beginnen met het delen van het scherm. Daarvoor moeten we eerst altijd nog even de chats erbij gooien. Dat is handig. En de controls eruit. En het was ook wel aardig geweest als ik toch iedereen nog kon zien. Dus dat hebben we nu ook geregeld. Daarmee moet de techniek het allemaal doen. Ja. En dan gaan we beginnen met een verhaal over architectuur. In dit geval enterprise architectuur. We zagen al in de aanloop dat de populariteit van dat begrip aan het afnemen is sinds het begin van deze eeuw. Maar of dat nou heel erg is, dat weet ik niet. Ik ga het hebben over een paar blinde vlekken van wat de enterprise architect, CQ enterprise architectuur noemen. Dat is eigenlijk een verhaal over konijnen en over schakel en over die stok, de stick, zoals de Romeinen dat noemden. Nou, met name de verkeerde kant daarvan. Ik ga daar straks nog wel even iets meer detail over geven. Goed. Mijn agenda heeft vier termen. Ik ga het hebben in het begin over duurzaamheid, de uitdaging waar we met z'n allen voor staan. Over dingen als structuur en aspect, die voor mij belangrijk zijn in mijn beschouwing van wat enterprise architectuur is, dan wel had kunnen en moeten zijn. Dan haal ik een paar termen tegen het licht. En die mooie formule van enterprise architectuur is volgens mij precies hetzelfde als enterprise information architectuur of information system architectuur. En eigenlijk is het allemaal business IT alignment. Daar komt het allemaal op neer. En mijn stelling is dat echte architecten links denken. En ik ga uitleggen wat ik daarmee bedoel en waarom ik dat zeg. Eerst even de context van hoe ik de wereld tegenwoordig zie. De economie bestaat uit steeds meer fragmentjes. We verbijzonderen alles, we sourcen de hele wereld uit. Er komt van alles aan fragmentatie tevoorschijn. Dus alles valt in stukjes uiteen. Tegelijkertijd knopen we de hele wereld aan elkaar met allerlei soorten van platformtechnieken, API's en alles wordt aan elkaar geknopt in een soort connected society. En door die twee invloeden zijn we steeds meer afhankelijk van elkaar aan het worden. En dat laatste is een hele vervelende ontwikkeling en dat vergt dat we wat gaan doen. Die afhankelijkheid zegt dus eigenlijk dat iedereen afhankelijk is van anderen. Je kan in je eentje helemaal gewoon niks meer klaar krijgen. En dat betekent dat als we de economie draaiende willen houden in de maatschappij, dan moet je jouw bijdrage aan die maatschappij eigenlijk volledig onder controle hebben. Want er zijn heel veel partijen domweg afhankelijk van jouw bijdrage. Dat betekent dat we naast de gebruikelijke aandacht voor creativiteit, die heel mooi is, vooral heel veel aandacht nodig hebben tegenwoordig voor het begrip controle. Alles onder controle hebben. En dat is de prelude voor een stel heel vervelende termen, zoals management en samenwerking en regisseren en integreren. Dat zijn verschrikkelijk nare termen. En die kun je eigenlijk maar met één aanpak proberen te tackelen. En die heeft te maken met architectuur. Want die gaat over het begin en over de bodem onder het gebouw. Dus dat is waar ik architectuur zie. En dan moet je dat vanuit je organisatieperspectief ook nog over de hele organisatie heen gooien, want als je op je eilandje blijft zitten koekeloeren, dan kom je natuurlijk al helemaal nergens met die afhankelijkheid. Kortom, we moeten toe naar een enterprise brede architectuur, die is cruciaal voor ons doel om in controle te komen van onze bijdrage aan de maatschappij. Ik heb een paar uitgangspunten die ik bij mijn beschouwing van enterprise architectuur steeds volg. En de eerste, dat is een niet door iedereen gedragen definitie van het woord architect. Voor mij is een architect iemand die alleen maar zich bezighoudt met het specificeren en beheren van de regels en richtlijnen die door anderen worden gebruikt bij de toepassing en die geborgd worden om tot consistente toepassingen te komen. Dat betekent dat de architect toeziet op zijn hoogst op die bouw en de normen, de basis daarvoor beheert en specificeert, maar dat hij dat niet zelf doet. En in mijn ervaring kom ik in de praktijk buitengewoon veel architecten tegen die aan het bouwen zijn. En dan denk ik, volgens mij ben jij een slager die je eigen vlees keurt. Als je zowel de principes bedenkt als ze ook toepast, dan hebben we de meest elementaire fout in controle situatie te pakken. En dat is dat slagers hun eigen vlees keuren, oftewel de afwezigheid van functiescheiding. Dat is het meest krachtige interventiemechanisme om controle te ondersteunen.
Dus voor mij is een architect iemand die zich vooral bezighoudt met die grondslagen en die het realiseren van toepassingen aan anderen overlaat, maar daar wel bij betrokken is, omdat hij moet toezien op een correcte en consequente toepassing van die regels en richtlijnen. Dat zijn de principes. Hè? Tweede uitgangspunt dat ik altijd hanteer. Ik ben een doeldenker. Het doel gaat altijd voor de middelen. Dat betekent dat alle middelen die ik in de praktijk ergens tegenkom, afgeleid moeten zijn van een doel. Anders dan zijn ze niet optimaal ingericht. Dat betekent ook logisch denken dat de architectuur van het doel voor de architectuur van de middelen komt. De architectuur van middelen moet een afgeleider zijn van de architectuur van het doel. Het doel van elke enterprise is maar één ding, namelijk bijdragen aan een collectief, een maatschappij, een economie. En dat doe je door waarde te creëren voor die anderen. Dus dat is maar één doel van een organisatie. Dat is zijn bestaansrecht te continueren door waarde te creëren voor anderen die het voor jou de moeite waard maken om dat te doen. En pas daarna gaat enterprise architectuur over op kijken naar de middelen die daarvoor nodig zijn. Dat is een doorslaggevend uitgangspunt ten aanzien van de effecten die dat gaat hebben. Het derde punt wat ik daar altijd bij betrek is die specificatie van waarde, die het doel van elke organisatie is. Waarde is voor mij de verandering in de vitaliteit van een systeem. Als jij waarde toevoegt aan een systeem, dan kan dat systeem daardoor vitaler worden, oftewel het kan kopen met meer condities. Het kan meer dingen aan dan zonder die waarde toevoegen, zonder die vitaliteitsgroei. En waardecreatie vindt dus in de moderne maatschappij, in mijn perceptie, altijd en alleen maar plaats in de vorm van dienstverlening. Want volgens mij leven wij tegenwoordig in een, zoals professors Vargo en Lush dat noemen, een service dominant logic. De tijd van de goederen dominante transacties, die hebben wij in de vorige eeuw achter ons gelaten. En alle transacties tussen partijen hebben het karakter van een dienst. Dus een continuïteitsgedragen karakter en goederen komen daarin voor, maar zijn niet meer de dominante bijdrage. En de omzet van de witgoedhandelaar tegenwoordig is voor 70-80% in datgene wat na de transactie plaatsvindt. En dat was in de vorige eeuw 70-80% van de volledige omzet. Dat is een kantelpunt dat we rond 2000 hebben meegemaakt. En dat betekent dat wij servitization hebben moeten omarmen en dat we in een service-dominante economie leven. Dus je wordt geacht alles vanuit een servicebril te beschouwen. Ik heb nog vijf observaties voor ik begin. In de eerste plaats heb ik de laatste jaren geconstateerd dat Nederland een fantastische historie heeft op het gebied van referentiemodellen. En wat wij in Nederland met de NORA, de Nederlandse overheidsreferentiearchitectuur, en al haar dochters doen, dat kent in heel Europa of daarbuiten zijn navolging niet. Die referentiemodellen zijn vaak, althans claimen dat, afgeleid van enterprise architectuurmodellen. Die enterprise modellen zijn in feite geen enterprise architectuurmodellen, maar enterprise informatie architectuurmodellen of enterprise informatiesysteem architectuurmodellen, die bijna altijd een beschouwing opleveren van een modellering van business IT alignment. Hoe krijg je de informatievoorziening aligned met de bedrijfsbelangen? De vorm waarin die modellen zich presenteren in de afgelopen, ik denk ongeveer 40 jaar, is altijd in de vorm van vlakken en lagen modellen. En daar ga ik iets over zeggen. En dan met name als je naar die vlakken en lagen modellen kijkt die in de enterprise architectuur gangbaar zijn geworden. Wat is nou de dimensie van die assen in die modellen? Want dat blijkt te kunnen worden herleid op structuur dan wel aspect. En als je daarna leert kijken, dan leer je heel snel de betekenis van een model herkennen. Ik begin even met structuurassen, een heel rijtje wat ik een keer heb opgenoteerd. Structuurassen hebben altijd een dimensie, bijvoorbeeld intern en extern. En dat zijn gestructureerde dimensies, boven en onder, binnen en buiten, links en rechts, hè, dat soort dingen. Er zijn heel veel structuurassen, die hebben maar twee punten. Maar op het moment dat je een derde punt op deze as zou moeten plaatsen, dan bepaalt die waarde van dat derde punt de plek waar die op die as komt. En bijvoorbeeld als je boven en onder op een as waar linksboven staat en rechts staat onder, als je daar een punt neer wil zetten, dan kun je bovener dan boven zijn of onderder dan onder, of je zit er tussenin, maar hoe dan ook, je kan je positie vinden op basis van de kenmerken van die dimensie. Nou, zo zijn er heel veel van die tweetraps dingetjes te vinden die gestructureerde assen, eendimensionale assen kenmerken.
Maar er zijn er ook die wel meer punten alvast hebben ingevuld. Bijvoorbeeld de bekende trits van strategie, tactiek, operatie. Daar zijn er al drie. Hè? Dit is een termijnas. Lange termijn, middellange termijn, korte termijn. Waarin je dingen plant en doet. En als je het OSI-model nog kent, dan zie je dat er soms wel veel meer details al in zo'n eendimensionale laag zijn opgenomen. Dat is wat we op zeg maar, een rechte as tegenkomen. Maar er zijn ook circulaire assen. Fasenmodellen zijn dat. Dat zijn vaak lifecycle modellen. Iedereen kent plan, do, check, act. Dat is een ding waarin ze eigen staart bijten. Als je aan het eind bent, ga je weer naar het begin. Dat is volledig analoog aan plan, build, run, use. En als je naar een andere lifecycle kijkt, zoals ITIL versie 3 in 2007 kreeg, met design, transition en operation, dat is niks anders dan een vrij slappe variant op plan, build, run, use. Die hadden we natuurlijk al decennia lang onder ogen. Dus er zijn ook van die modellen die niet in één dimensie van links naar rechts gaan, maar die gewoon een circulaire beweging maken. Dat brengt ons bij het eerste model op het gebied van enterprise architectuur, wat althans de naam kreeg om iets met enterprise architectuur te doen. En dat was Prism, dat was 1986. En een van de assen die in Prism werd gelanceerd was de as waarin een afscheiding werd gemaakt tussen business, de bedrijfsactiviteiten, versus de informatieverwerkende onderlaag. Dus dat was een structuuras die daarin vorm kreeg, waarin primair business werd afgescheiden van secundair, in dit geval de informatieondersteuning van die business. Daar werd ook nog een structuurindeling in toegepast. Applicatie bovenop data, bovenop infrastructuur. Ik denk dat als je daar tegenwoordig naar kijkt, denk je van, dat weet ik niet. Of ik met die logica, als dat hiërarchie zou zijn, het wel eens ben. Maar dat is hoe dat eerste model werd gepresenteerd. En het belangrijkste is voor mij dat daar dus een structuuras in zit, die in ieder geval het kenmerk primair-secundair ondersteunt. De indeling van dat secundaire, daar heb ik zelf zo wat logische vraagtekens bij, als dat pretendeert hiërarchie te zijn. Het duurde niet zo lang, toen kwam het tweede zogenaamde enterprise-architectuurmodel op de proppen, dat was in 1989, toen publiceerde NIST een model met wat extra lagen erin. Ook weer die afscheiding primair-secundair, business versus de hele informatieverwerkende ondersteuning. Dat is secundaire taken, net als catering of personeelszaken secundair is. En wat zien we daarin? Niet alleen die indeling daar, maar ook de logica van die opdeling. Weer een duiding van hiërarchie, informatie, informatiesysteem, data. Nou, daar kun je nog wel een verhaal bij houden, dus hier krijg je nog wel een redelijk gevoel bij dat daar wat logica achter zit. Maar men ging al heel snel verder en hup, weer een nieuw model. Het was in 1993 dat Spielberg ermee kwam. En TAFIM, dat is ook een Amerikaans model, was een kleine variatie op dat thema. Spielberg die deed iets met die lagen, business data applicatie technologie, zei hij, die typisch weer die structuurindeling in zich had. Maar daarnaast ook iets wat ons tegenwoordig wel wat meer aanspreekt, namelijk een hiërarchische ordening data applicatie techniek, waarvan ik dan eigenlijk denk, volgens mij moet je dat omdraaien, maar goed, wie ben ik? Dat was de eerste poging om enterprise architectuur gestructureerd neer te zetten. Dat was allemaal 25 jaar geleden, hè? Denk goed aan. Toen waren we nog lang niet zover als wat we nu denken te zijn. En het duurde nog een paar jaar, toen kwam er weer een nieuw model, dat heette dat FDIC, ook uit Amerika. En dat gooide dan nog even een laagje tussen, en die informatielaag kwam daar nog bij. Ook weer die typische primair-secundair splitsing. En daar kwam wat meer structuur uit in de vorm van informatie, prescribes data, prescribes applications, prescribes of supported by technical infrastructure. Of die logica helemaal aansluit bij jullie beleving, weet ik niet, maar dat laat ik dan maar even aan iedereen over. De grootste gemene deler van al die lagen indelingen is eigenlijk deze. En deze is tegenwoordig heel erg gangbaar geworden. Is een beetje een grofstoffelijke indeling. Dat is de BIT-indeling. Business Information Technology. Dat is typisch gebaseerd op de structuur as primair versus secundair. En ik zoek altijd naar controlemechanismen die functiescheiding als grondslag hebben. Dus ik bekijk het altijd vanuit de bril. Voldoet dit aan functiescheiding in de zin van scheiding tussen specificeren en realiseren? Slagers mogen niet hun eigen vlees keuren. En ik zoek dan altijd of dat daarin past. Dus dat BIT-model, dat kun je eigenlijk lezen als de business gebruikte informatie op basis van gegevens. En die worden verwerkt met applicaties en die draaien weer op technologische infrastructuur. Ze zijn platgeslagen BIT.
waar nou een applicatie in zit, die in mijn perspectief gewoon absoluut een onderdeel is van het realiseren, dat is echt een infrastructureel componentje, dat is in dit geval nog niet helemaal duidelijk, want die applicatie die wordt soms uitgelegd in die informatielaag en soms wordt die geplaatst in die technologielaag. Dat is nog wel even een punt van aandacht voor als we hiermee verder gaan. Van lage modellen naar vlakke modellen in de enterprise architectuurwereld leverde het volgende op. Dat Prism model presenteerde ook een vlakke model. Dat was in 86, hè? Dat is intussen 35 jaar geleden. Die business applicatie data infrastructuur, die staat hier op zijn kop. Hè? Dat was die body structuur, die ene as. Dat was een typische structuurlaag. Maar wat deden ze bij Prism? Ze gooiden daar in een vlakken model ook nog vier andere dingen tegenaan. Ja, en dat was natuurlijk niks met structuur. Dat waren gewoon aspecten. In dit geval waren dat maar vier, maar het wordt zometeen nog veel erger. Dus het eerste vlakken model was al een combinatie van structuurassen en aspectenassen. Die structuur, daar kan ik wat mee, die kan ik uitleggen. Aspecten, ja, dat is maar net wat de gekte vergeeft. Hè? Als de auteur geïnteresseerd is in dit aspect, dan zet hij dat erbij. Is hij geïnteresseerd in het volgende aspect? Hup, een nieuw model. Nou, dat zagen we aankomen, want in 86 was Prism gepubliceerd en in 87 kwam Sagemann tevoorschijn. En wat deed Sagemann in zijn eerste versie? Die presenteerde een vlakke model met een heleboel aspecten langs de verticale as. Technologie, model van de business, objective, functioning, detailed presentations, weet ik veel wat er allemaal in stond. En in die horizontale as zat iets wat we toch niet anders konden uitleggen dan ook aspecten. Zeker toen hij 2 jaar later dat woord function verving door proces. Data, proces, netwerk, daar kan ik geen structuur meer van bakken. Dus dat was duidelijk dat hij in een aspectenpatroon dacht. Dat zag je heel sterk terug toen hij in 2003 met zijn volgende versie tevoorschijn kwam. En wat had hij toen gedaan? Een prachtige serie aspecten in de ene as. En dezelfde indeling als daarvoor. En op zijn horizontale as had hij er een paar bij bedacht. Er waren namelijk wat nieuwe aspecten onder de aandacht. Motivation was een aspect. People was een aspect. Time was een aspect. Kortom, de man was creatief geworden. En hij was al tot 6 aspecten gekomen. Toen hadden we een 6 keer 6 is 36 vlakken model in 2003. Dat was een beetje veel, dus wat deed hij? Hij probeerde dat wat te vereenvoudigen. In ieder geval qua terminologie. Die verticale as, daar bleef hij aardig vanuit de verschillende invalshoeken aspecten in stoppen. En die horizontale as, die was nog steeds in termen van aspecten geformuleerd. Maar dat werden wat aansprekende begrippen. Wat, hoe, waar, wie, wanneer. En waarom? Nou, dat zijn dingen die ook in de 7 Y's bijvoorbeeld terugkomen. En wat zie je? Nog steeds 6 horizontaal, 6 verticaal, nog steeds 36. Maar it made more sense, denk ik. Nou, die lijn die is dus heel erg sterk door Sagemann ingezet en die is later nog behoorlijk gaan vliegen. Maar in diezelfde tijd dat hij begon, waren er ook een paar andere jongens en die dachten langs een compleet andere beschouwing. Dat waren Henderson en Van Katraman en die publiceerden in 1993 het Strategic Alignment Model. En dat was iets compleet anders. Dat had een structuuras extern-intern, eendimensionaal, en een structuuras primair-secundair, eendimensionaal. Dat is een model, daar kan ik wat mee. Daar kan ik mee rekenen, daar kan ik mee spelen, daar kan ik details in vinden, daar vind ik structuur in, ik kan het uitleggen. Daar kan je meer mee dan met een aspectenmodel wat door Jantje, Pietje of Klaasje met een nieuw aspect opgetuigd wordt tot, huppakee, weer een nieuw model. Hier kan je niet zoveel in veranderen. Als je hier een punt bij zet, nou, dan bepaalt deze as waar die punt komt. Hè? Dus als je hierop doorbouwt, dan bouw je op diezelfde basisstructuur door. En dat zien we later, dit 4-vlaksmodel is later uitgewerkt tot bijvoorbeeld een 9-vlaksmodel. Het hield niet hiermee op. Er kwamen steeds meer van die gasten die allemaal prachtige vlakke modelletjes begonnen te bedenken. Met aspecten vaak aan de ene kant. En dit is wel een van de meest bizarre die ik kon vinden. Die aspecten, dat snap je nog. Hè? De invalshoeken vanuit de perspectieven van beschouwers, stakeholders. Maar de as die dan hier bovenop staat. Functioneel, informatie, organisatorisch, infrastructuur. En dan ook nog in die volgorde. Ik kan er geen touw meer aan vastknopen. Ik weet niet meer of dit nou structuur is of toch nog aspecten zijn. Dus waar dit heen gaat, dit was wel een hele rare. En dit was niet in zijn eentje, daar kwamen nog veel meer bij. VAF, C4 is er, DODAF van Department of Defense.
allemaal variaties op dit thema. En de gekste, nou ja, ik zal je niet vertellen, heel veel lastig vallen met de rest van de variaties. Maar Loefman die kwam met zo'n ding met alleen maar aspecten. Dus daar kan de gek elke factor bij bedenken en heeft hij weer een nieuw model. Maar in elk werelddeel kwamen allerlei van die mooie modellen tevoorschijn. En bijna allemaal, of ze nou in Australië of in India waren ontworpen of door mensen die kennis wilden delen, bijna allemaal waren ze gekenmerkt door een klein beetje structuur en heel veel aspecten. Oftewel, de gek maakte bij elk model van tot en met de balance scorecard, maar waarom is dat maar 4 aspecten, waarom geen 5? Omdat iemand dat een keer bedacht heeft en men vond het handig en dus hebben we dat maar in 4 gelaten. Je kan er net zo goed 5 neerzetten en heb je ook een mooi model. Kortom, de logica hiervan is vaak zoek. Tja, en dan terugkomend op de winnaar. Dat zagen we in de aanloop hiervan. Even een statistisch testje gedaan op Google. De winnaar van dat hele spel van modelleren van enterprise architectuur. Dat is toch wel als merk, denk ik, TOGAF geworden. En de eerste versie van TOGAF in 1995. Die had nog een variant op wat Spielberg daarvoor met business data applicatie technologie onder elkaar had gezet. Maar wat deed TOGAF? Die zette dat naast elkaar. En die hing daar een touwtje omheen en die noemen dat Information Systems. En daarin herken je natuurlijk nog steeds die primair-secundaire structuuras. Maar of je nou dit naast elkaar of boven elkaar of omgekeerd boven elkaar moet zetten in een vorm van hiërarchische ordening, dat was in het begin nog niet heel erg duidelijk. Tja, en TOGAF heeft zich ontwikkeld tot een buitengewoon groot ding. Ik heb een LinkedIn-groep. Daar zitten, ik geloof, 48.000 mensen in die TOGAF-groep. Dat is een bizar groot aantal voor een brand-specifieke groep. En we zijn inmiddels bij TOGAF 9.1. En als je dan kijkt naar de structuur van het Technical Reference Model, en we kijken niet naar het Application, naar het Architecture Development Model, want dat is alleen maar een fasenmodel. Dit is de structuur. Ja, dan zie ik daar nog wel iets van structuur in, applicaties. En dan hier iets van een applicatieplatform, operating system, network, in een communicatieinfrastructuur. Ik moet al heel goed mijn best doen als ik daar de logica van kan doorgronden. Maar op die laag van applicatieplatformen, daar vind ik toch een ongelofelijke mega verzameling van aspecten. Security, transaction processing, location and directory, user interface, data management, graphics en image. Alles wat je zo ongeveer kan bedenken staat er wel in, hè? Oftewel, met TOGAF kan je alles. En als het niet lukt, dan ligt het aan jou. Dat is ongeveer de stelling rond TOGAF. Conclusie voor al die mooie vlakkenmodellen. Enterprise architectuur kent een gigantische historie en verzameling vlakkenmodellen. Die modellen hebben bijna allemaal vooral aspectenassen. En dat is de reden waarom ze zo variëren. En die assen zijn heel vaak arbitrair gekozen door een auteur die een bepaald aspect belangrijk genoeg vond om het op die as te plaatsen. En andere wat minder en die zetten die dus niet op. En als iemand anders zei, ik vind een aspect belangrijker, dan maakt hij daar weer een nieuw model van. Nou, dat is een beetje de historie van enterprise architectuurmodellen. Ik vind dat nogal chaotisch. Kijken we dan naar wat wij daar in Nederland mee doen. En dan kijk ik even naar onze reputatie op gebied van referentiearchitectuur. En dan begin ik gewoon bij Nora. De NORA, de Nederlandse overheidsreferentiearchitectuur, die presenteert op haar website 2 structuurmodellen. De ene heet het 9-vlaksmodel, waar ik toch wel heel veel meer vlakken tel dan 9. En de andere, dat tel ik wel mee, dat is een 5-lagenmodel. Er zijn mensen bezig geweest, zo blijkt uit de website, om te proberen hoe die 2 modellen aan elkaar te knopen zijn qua relaties. Getuigen de website kwamen ze daar niet uit. Dus dat is nog een uitdaging. Ik denk niet dat het zo heel moeilijk is trouwens hoor, maar dat krijg je pas door als je naar de assen leert kijken. Want hoe zit het met die assen? In dit 9-vlaksmodel zien we daar direct de bitstructuur terug. Hè? Business, informatie, technologie. Dat is duidelijk. Dat is weer typisch die structuurscheiding, primair, secundair, die zit er mooi in. En hier zit een hiërarchie, informatie, techniek. Hoewel we dat nog niet helemaal uitgepild hebben. Dus even nog de pas erin. Horizontaal, een gigantische partij aspecten. Wie, wat, hoe, waarom niet, waarom en wanneer en dat soort dingen, zoals Zagman dat presenteerde. En waarom ineens het aspect beheer erachter en dan beveiliging en privacy, waarom geen toegangsbeheer of iets anders. Ja, dit lijkt redelijk arbitrair gekozen en dat is altijd zo als je naar aspecten, als je kijkt.
Dus waarom deze keus gemaakt is, daar ben ik dan wel benieuwd naar. Kijk je naar dat vraagstuk van waar zit nou die applicatie, dan verraadt dit model onmiddellijk, dat zit in dit vlakje. Dus dit model plaatst applicatie in de informatielaag en niet in de technologielaag. Kijk je nou naar het vijflagen model, wat ook onmiddellijk te herkennen valt als een structuurmodel. En dit is de context, de wetgeving, de regelgeving. Hier zit de organisatie en hieronder zit de informatieverwerkende voorzieningslaag. Dan herken je direct weer primair secundair, geheel analoog aan die bitlaag. Maar applicatie zit hier onderin. In de applicatielaag, dat is tenminste duidelijk. Dus ik heb wat meer affiniteit met deze beschouwing dan met deze op aspecten gebaseerde, ja, toch wel vrij subjectieve indeling. Wat doet Nora, die focust natuurlijk op die informatieverwerkende laag. Wat doet de Nora niet? Een uitspraak over die organisatielaag. Dat lijkt behoorlijk taboe. En dat de verklaring daarvoor lijkt te vinden in de zin van, ja, overheidsorganisaties, daar kun je toch niet van zeggen dat die allemaal op een bepaalde manier georganiseerd moeten zijn. Daar mag je niet aan beginnen. Dat moeten ze zelf doen. Daar is ook geen eenduidigheid in. Ze doen allemaal wat anders en dat soort dingen. En daar loopt men in een vrij grote boog omheen. Dus de Nora focust op die informatieverwerkende architectuur. En is in die zin dus de enterprise aan het beschouwen. Ja, ten aanzien van vooral dat secundaire onderdeel daarvan. En niet voor de catering en voor de personeelszaken, maar vooral voor de informatieverwerking daarin. Tja, van de Nora zijn er heel veel dochters afgesprongen. Hier zie je een kleine verzameling, er zijn er volgens mij meer dan 40. En die kenmerken zich allemaal door referentiemodellen. Dat zijn nuttige illustraties, inspiratiebronnen voor hoe jij jouw business in jouw branche zou kunnen invullen. En dat geeft houvast. Dat is nuttig, dat is handig, buitengewoon handig zelfs, maar ook gevaarlijk. Dat zien we in allerlei branches terug. Ik noem er zo een paar hier, de Hora, ik weet niet eens, dit is RHC's. Dit gaat ook weer over onderwijs. En iemand in deze branche werkzaam, die zal onmiddellijk zeggen, ja, dit zijn de dingen die ik inderdaad moet doen. En dat klopt, dit moet je doen. En als je daar een handreiking voor krijgt, dan is dat handig. Inspiratie en leren van anderen is in die zin altijd handig. Beter goed gejat dan slecht bedacht. En je kunt je er vreselijk op uitleven, want ga maar een paar spaden dieper en moet je kijken welke detaillering je daarin kan bereiken. Hartstikke goed, maar mijn waarschuwing is dan, dit is de stok. En als je die aan de verkeerde kant beetpakt, dan ben je niet jarig. Ik weet niet of jullie het verhaal van de stok kennen, maar dit is een stok. Die bestond uit een stuk hout en een spons. En die werd door de Romeinen in hun oude badhuizen gebruikt om na de ontlasting de achterkant van je lijf af te vegen. En die werd zo aan elkaar doorgegeven. En als je die stok aan de verkeerde kant beetpakt, dan was dat niet zo heel fijn. Dus je moet de stok wel aan de goede kant beetpakken. Dus als je aan de verkeerde kant van de stok begint, dan ben je niet jarig. En dat was niet de bedoeling. Ik zie die referentiemodellen als een valkuil voor toch juist aan die verkeerde kant beginnen. En waarom is dat verkeerd? Omdat architecten geacht worden te beginnen bij het begin. Te beginnen bij principes en niet bij de praktijkvoorbeelden van anderen. Klein voorbeeldje, als jij wil fietsen in de bergen, dan ga je eerst bedenken hoe je moet fietsen. Dan heeft iedereen geleerd van je ouders, hè, op zo'n klein fietsje. Als je je handen naar rechts beweegt, ga je rechtsaf. Als je je voeten naar achter doet, ga je remmen. Iedereen weet hoe dat moet en dan pas kies jij voor die tocht in de bergen die mooie racefiets. Want die bakfiets, dat is natuurlijk niet handig. Als jij trouwens met je kinderen naar de crash moet, dan is die bakfiets wel weer de best practice en dan is je racefiets niet handig. Dus je kunt best practices prima uitzoeken op basis van goed advies. Maar je moet wel eerst kunnen fietsen. Datzelfde geldt als je bijvoorbeeld een groot gebouw wil neerzetten. Dan weet iedereen dat je eerst een fundament moet neerleggen. Je graaft, of je bouwt de verkeerde kant op. Je bouwt een gat in de grond. En dan gooi je in beton de lijnen van het toekomstige gebouw in. En dan pas ga je rechts de etages erop stapelen. En je begint niet met die etages. Dat doet niemand. Al eeuwenlang doen we dat niet. Dat weten we al lang dat we bij het begin moeten beginnen. En niet bij het eind. En toch, in de praktijk heb je allebei nodig. Zo'n gebouw, hè, zeg maar dat je organisatie een gebouw is. Dan kun je dat vergelijken met op jouw fundament kun jij de etages invullen die jij wil voor jouw business. Dat is prima te doen, maar je moet wel een fundament hebben. En by the way, daar heb je er maar één van. Lagen daarop kun je net zoveel plussen als je wil. In de praktijk
pakken we de stok bijna altijd aan de verkeerde kant beet. Want wat hebben wij al decennia lang gedaan? We hebben onze inrichting van organisaties vooral laten inspireren door wat hier aan de rechterkant gebeurt. Dat is die verkeerde kant van de stok. Want dat is niet het begin, dat is het einde. En dingen als de GEMMA-referentiemodellen, allerlei referenties, allerlei practices, allerlei frameworks. Daarmee hebben wij decennia na decennia onze werkwijzen, onze dagelijkse werkwijze mee ingericht. Terwijl we hadden moeten beginnen bij de principes die daaraan ten grondslag liggen. En daar is maar een buitengewoon magere invulling. Dat heeft alles te maken met het feit dat hier niet zoveel kan worden verdiend. Hè? Want met nieuwe versies aan de rechterkant kun je veel meer verdienen. Hier zal veel meer uren verstoken moeten worden dan bij het begin. Dit doe je dus maar één keer. Hè? Een fundament leggen, die etages opnieuw indelen, dat doe je je hele leven lang. Nou, het meest aansprekende model wat ik hier links kan vinden is het model wat het doel van de organisatie managt als een systeem. En dat is het Viable System Model van Stafford Beer. Die heeft zelfs de eer gehad om in de 70e jaren een compleet land met één modelbenadering te mogen inrichten. Op verzoek van Allende heeft hij heel Chili op de korrel genomen. En die heeft geprobeerd de complete economie van Chili in te richten met een systeembenadering gebaseerd op principes. Waarna elke fabriek met zijn eigen invulling van zijn eigen practices daarop een etage mocht gaan bouwen. En dat was samen het land Chili. Nou, dat Viable System model is een systeemdenkmodel waar uit vijf lagen bestaat die hiërarchisch te positioneren zijn. Natuurlijk wordt ergens het werk gedaan in allerlei combinaties en in allerlei vormen. Er is een dagelijkse sturing op dat werk. Er wordt gestuurd dat de juiste coördinatie op de operatie ook plaatsvindt. Er wordt gestuurd op het constant aanpassen aan veranderende omstandigheden. En er wordt ook governance gepleegd in de zin van dat de identiteit van de organisatie een bepaalde vaste keus heeft. En dat wordt gespeeld in de context van een markt, een omgeving, een economie. Nou, daar geldt voor dat Stafford Beer een hele goede vriend had. Dat was meneer Ashby. En Ashby zei, als je met dit systeem een economie onder controle wil krijgen, dan moet elke laag de variëteit aankunnen van elke laag die daaronder zit. Dus als je goed wil coördineren, moet je elke situatie kunnen handelen die daaronder mogelijkerwijs kan optreden. Als je goed wil controleren, moet je elke situatie aankunnen die daaronder kan optreden. En als je aan alle omstandigheden het hoofd wil bieden, dan moet je een systeem hebben wat al die situaties het hoofd kan bieden. En als je je identiteit wil bewaren, dan moet je alles daaronder onder controle hebben qua mogelijke variaties. En dat geldt ook voor jouw positie in jouw markt. Als je dat wil overleven, dan moet je al die variaties in die markt aankunnen om een continue duurzame toekomst na te streven. Dat was de boodschap van Ashby. Die zei van ja, elke laag moet een minimum vereiste variëteit aankunnen. En als we dat in de context van full control zetten, wat noodzakelijk is om die economie waar ik in het begin over had, te kunnen ondersteunen, dan betekent dat dat we dit alleen maar voor elkaar krijgen als we die verrekte variëteit weten te beperken. En die variëteit, met onze neiging om alles te outsourcen en in stukjes te hakken en aan elkaar te knopen, die variëteit die neemt daar dagelijks alleen maar toe. Het zijn net konijnen. Het jonkt als de konijnen daaronder. Allemaal steeds meer kleine stukjes die aan elkaar geknoopt worden en die de boel alleen maar heel veel complexer maken. Dus als wij ten behoeve van full control variëteit willen beperken, dan begint dat hier. We zullen hieronder iets moeten doen om de variëteit van al die gekke konijnen die we aan het creëren zijn, op een of andere manier in het gereel te krijgen. Als je dan kijkt naar een organisatie en je ziet wat daar binnen een organisatie gebeurt in die ondersteunende sector, waar heel veel van het enterprise architectuur domein over ging, niet alleen over IT, maar dat kun je net zo goed enterprise-wide over gebouwbeheer of over financiën natuurlijk zeggen, dan is de vraag hoe krijg ik nou dit hele zaakje op orde en aan elkaar geknoopt, geïntegreerd en beheerd. En eigenlijk, omdat alle elementen van de organisatie tegenwoordig ook service-elementen zijn, is de vraag, hoe krijg ik nou die hele enterprise onder controle? En als we dat in de context zetten van dat we met z'n allen de hele zaak aan het outsourcen zijn, dan is eigenlijk de vraag van enterprise-architectuur, hoe krijg ik ketens en netwerken onder controle? En als je dat kan, dan zou je een duurzame economie kunnen creëren. Nou, die uitdaging, hoe krijg ik nou controle over ingewikkelde ketens en netwerken, die breng ik even terug naar een hele simpele vraag. Om ketens en netwerken te smeden, heb je scharrels nodig. En als je een keten
maakt van schakels, dan heb je twee soorten ketens waar je uit kan kiezen. Stel je voor dat je aan de rand van de afgrond hangt en het is deze keten waar jij aan hangt. Iedereen weet het, hè? De keten is zo sterk als de zwakste schakel. En als je mag kiezen uit deze keten of deze keten, waar zou je het liefst aan willen hangen? Als jouw lot daarvan afhankelijk was. Die vraag stel ik regelmatig en iedereen zegt altijd, ja, als mijn leven ervan afhangt, dan kies ik die tweede, hè? Onder twee voorwaarden. Punt 1, daar moet wel een sterke keten zijn, of schakel, hij moet niet van papier zijn. Dus we hebben een zorg voor hoe moet dat eruit zien. En punt 2, ja, je gaat mij niet vertellen hoe ik mijn business doe, dus je mag je beperken tot de buitenkant. Interoperability gaat over de buitenkant, maar je gaat mij niet vertellen hoe ik mijn werk doe. Dus als je die twee voorwaarden zou kunnen vervullen, dan kies ik voor 2 en niet voor 1. En dat betekent dat we een toekomst kunnen zien in de economie die gebaseerd zou kunnen zijn op een soort van uniforme beschouwing van onze bijdrage aan die economie. Oftewel, wij leren schakeldenken. En als je dat loslaat op de werkelijkheid, dan zie je dat niemand zich daaraan houdt, want de hele wereld, die bekijkt de wereld vanuit zijn eigen eilandje, vanuit zijn eigen geïsoleerde perspectief. Het is allemaal hully en zully. Je kunt over mij van alles zeggen, maar ik doe mijn zaakjes op mijn manier. Dat geldt niet alleen in het faciliteren domein, bij voorkeur natuurlijk voor IT, hè, zwartste jongetje van de klas. Maar dat geldt ook in de business, tussen bedrijven. Iedereen zegt, we willen samenwerken. Maar je gaat mij niet vertellen hoe ik mijn werk moet doen. Dus interoperability initiatieven. Ik zat vanmorgen nog bij DISRA, hè, in een zorginitiatief. Fantastisch initiatief. Maar als je de vraag stelt, hoe ga je er nou voor zorgen dat al die actoren in dat netwerk met elkaar samen gaan werken? Dan wordt het angstvallig stil. Ik heb die vraag gesteld vanmorgen. En het antwoord was, daar gaan we voorlopig maar eventjes niks aan doen. Dus mijn stelling is dan, als we dit aan elkaar willen knopen, in controle willen komen, dan moeten we leren samenwerken. Dat vereist integratie en dan ontkom je niet aan een vorm van standaardisatie. Nou, dat is anders denken dan wat we doen, want zoals we nu werken, werken we vanuit eilanden. Iedereen doet zijn eigen ding en die focust op zijn navel. Dat is het oude denken, eilanddenken. En als we denken dat we daarmee een samenwerkend, geïntegreerd geheel, een geoliede maatschappij krijgen waar alles in elkaar past, dan slaan we de plank natuurlijk gewoon ontzettend mis. Dus als we dit willen, die integratie, dan moeten we een vorm van standaardisatie accepteren op ieders bijdrage aan die netwerkfunctie. En dat betekent dat we moeten omgaan naar erkennen dat we een soort van puzzelstukje worden om daarmee een legpuzzel te kunnen leggen. En dat is een vorm van schakeldenken, in ieder geval in puzzelstukjes, maar dat is allemaal schakeldenken, die we toch aan elkaar moeten opleggen om tot die samenwerking en integratie te kunnen komen. En dat is waar de eis van samenwerking strandt. Dit is mijn eigen voorbeeld van hoe zo'n schakel in elkaar zit. Ik zeg, de hele wereld is dienstverlening. Dus ik kijk naar een dienstverleningscontext, een leverancier, een klant, een behoefte en een dienst. Een standaard gestructureerde definitie van een dienst, universeel gedefinieerd. En wat zegt Russell Eckhoff, een groot licht op het gebied van system thinking? Hij zegt, als je een systeem in stukjes knipt, dan mag je nooit focussen op de stukjes los. Dan moet je altijd en alleen maar focussen op de samenwerking tussen die componenten. En dat betekent dat we het fenomeen werkwijze hier zien. Dat bepaalt de waarde van de contributie van een leverancier in een dienstverleningsmaatschappij. En kijk je dan naar wat een werkwijze is, dan komt daar hele oude kennis tevoorschijn. Die drie componenten, wie, wat en hoe, people, process en technology, die kennen we allemaal. En iedereen weet dat je een proces beschrijft in een procesbeschrijving. Daar staat alleen het wat in. Iedereen weet dat als je dat in Excel zou doen, dan zou je daarboven op zo'n kolommetje wat zetten en dan som je alle activiteiten op de dingen die je doet. En als je daarbij zegt wie die dingen doet, dan krijg je een procedure, dat is niks anders dan een Excel-kolommetje erbij. En dan staat bij Service Desk medewerker voert activiteit 5 uit. Security manager voert activiteit 9 uit. Dat is een raki, dat kennen we allemaal. En als je dan ook nog zegt hoe die persoon dat moet doen, dan krijg je een werkinstructie. En dat is niks anders dan een derde kolommetje. Daar staat de instructie hoe die systeembeheerder activiteit 4 moet uitvoeren. En de dingen die wij dagelijks doen, zijn dus altijd van het karakter gegeneraliseerde werkinstructies. Dan pas doe je met z'n allen iets in een speciale praktische context. Dit is logica, dit is ontzettend simpel denken. Er zijn daarmee dus maar drie soorten werkwijzen waarmee wij onze prestatie leveren. En deze plaat maakt heel duidelijk waar dat vandaan komt. Alles
begint bij proces. De rest is er altijd een afgeleide van. Dus alles wat wij ooit in de praktijk doen, is een afgeleide van het proces door daar een wie en een hoe bij te plussen. En wat hebben wij de afgelopen 30 jaar gedaan? Wij zijn al 30 jaar lang begonnen met onze organisatie in te richten op basis van die praktijken, die practices. We hebben al 30 jaar lang de stok bij de verkeerde kant beetgepakt. Dat is een pijnlijke conclusie. Even een illustratie van waarom ik dat durf te zeggen. Even, hier staat proces, hier staat practice. Wat wij 30 jaar lang als processen hebben aangereikt gekregen. En dan kijk ik even naar een framework zoals ETL. Dat zijn dingen als security management is een proces. Portfolio management is een proces. Financial management is een proces. Bla, bla, bla. De applicatiebeheerders die zeiden, nee hoor, dat doen wij anders. Technology definition is een proces. Planning and control is een proces. Contract management is een proces. Lifecycle management is een proces. Nee, zeiden de functional beheerders, niks van waar. In Bissell staat dat dit processen zijn. Partner management, technological developments, portfolio management, financial management, lifecycle management, end-user support, dat zijn processen. Nee, zegt de auditor, als ik jullie door ga lichten, dan pak ik COVID en dan pak ik heel andere processen. Dan is management of die IT management framework is een proces. Program en project is een proces. Supplier is een proces. Manage innovation is een proces. Ik weet niet wat jullie dan denken, maar dan denk ik van, nou, het is allemaal heel erg nuttig wat hier staat. Daar verschillen we niet over van mening. Maar laat ik dit betitelen met een misverstand. Dan ben ik vriendelijk. Kijk ik dan naar de referentiearchitecturen die ons aangereikt worden in de Nederlandse overheid, dan zegt de VNG, dit zijn 56 processen en procesclusters, beste gemeente, en die mag jij als referentie gebruiken voor de inrichting van jouw processenlandschap. Sturende processen, uitvoerende processen, ondersteunende processen. In mijn wereld bestaan die dingen niet. Maar volgens VNG wel. Als ik naar de gemeente Utrecht mag luisteren, hebben zij meer dan 800 processen waarvoor ze mijn hulp vroegen. Of ik daar wat aan wilde doen. En dan kijk ik altijd terug van, wat is nou logica? Logica is dat je eerst denkt en dan doet. En dat betekent dat je eerst definities vaststelt van waar iets aan moet voldoen voordat je er een etiketje op plakt. En laat ik alleen die eerste even pakken. Dit zijn 10 ontwerpcriteria voor wanneer je iets een proces mag noemen. Een proces beschrijft het wat, zagen we net, hè? En niet het wie en het hoe. Dus als er ergens wie en hoe in staat, is het geen proces. Per definitie, hè? Dus met alleen die eerste eis in de hand, kijk ik terug naar die lijst van wat we al 30 jaar lang als processen aangereikt gekregen hebben en nog steeds krijgen. En dan zie ik maar één ding, dat zit vol met wie en hoe, dus wat het ook is. Het zijn geen processen, het zijn practices. En nog erger, ik kijk even naar deze techniek. Dit is wat business analisten gebruiken. Die zeggen dat zij met BPMN, dat staat letterlijk Business Process Modeling Notation. Hè? Dat kennen jullie allemaal. Met BPMN beschrijf ik de bedrijfsprocessen. En dan zeg ik, oké, even checken. Haha, vol met wie en hoe. Dus whatever it is, het zal vast een heel andere techniek zijn, maar het is geen procesmodel, het is een practice model. Dat betekent dat voor mij alle business process analisten geen business process analisten zijn, maar business practice analisten. Dat is op zich niet erg als die practice analisten een idee hadden uit welke procesarchitectuur hun practices afkomstig waren. En als ik die vraag stel, blijft het altijd angstvallig stil. Daar heb ik tot nu toe nog nooit een antwoord op gekregen. En dat betekent dat wij volgens mij met de handen aan de verkeerde kant van de stok zitten. Ik zal je de lange weg besparen naar hoe dan een oplossing te vinden eruit ziet. Maar na 30 jaar zijn we uitgekomen op een definitie van het meest efficiënte procesmodel wat voldoet aan alle eisen die je aan het woord proces kan stellen. En als je dat een non-redundant model maakt, dus voor maximale efficiëntie gaat, dan blijkt dat in de dimensie proces elke dienstverlener slechts 5 processen heeft. En omdat dat een non-redundant model is, wordt elke prestatie geleverd door werkstromen die door het model heen gaan en er blijken maar 8 werkstromen te bestaan. Die simpel geautomatiseerd kunnen worden met een heel eenvoudig tooltje en dan heb je geen service nou meer nodig. Dat scheelt een paar ton per jaar en het werkt veel beter. Als je dat aanvaardt, die zuiverheid van het procesmodel, en je kiest jouw organisatie daarbij en je maakt jouw mensen verantwoordelijk op jouw manier voor wat er moet worden gedaan in de watlaag en vervolgens geef jij hen de door jou gekozen spullen, de hulpmiddelen, om bij die handelingen uit te voeren, dan creëer je daarmee jouw werkwijzen voor het leveren van jouw services
maar wel op basis van één gemeenschappelijke onderliggende procesarchitectuur. En daarmee hebben we de interoperabiliteitsoplossing op tafel liggen. Die schakel is een schakel die te maken heeft met het managen van het doel van de organisatie, dat is duurzame dienstverlening, op zo'n manier dat jij daar geen hinder van hebt en toch alleen maar voordeel. En die ziet er zo uit, dat is het klant-leverancier-interactiemodel, wat de schakel is in lange ketens, maar net zo makkelijk in netwerken. En dit is een netwerk wat voor de Nederlandse overheid is opgesteld, met het Rijk, de provincie, de gemeentes en in het blauw de bedrijfslevenactoren in het netwerk. Als die allemaal op deze manier schakelbaarheid verzorgen, dan mogen ze daarbinnen doen wat ze willen. Ze mogen hun services leveren die ze kiezen, maar allemaal zijn zij koppelbaar. Oftewel, dit is een interoperabiliteitsnetwerk op een buitengewoon eenvoudige grondslag die voor elke actor voordelen heeft. En als je dan kijkt wat wij nu al heel lang aangeboden krijgen in overheidsland op het gebied van processenlandschappen, dan zien we dat de VNG al jaren heel veel energie gestoken heeft in een processenlandschap, wat eigenlijk niet anders is dan 56 taakgroepen, dingen die je moet doen, waar een referentiewaarde in zit, in de zin van goede voorbeelden, buitengewoon nuttig, maar onbruikbaar als ontwerp. En nu krijgen we het probleem, want nu gaat de context ineens veranderen. Er komt een nieuwe omgevingswet aan. Die wordt al met vertraging uitgerold en die omgevingswet die leidt ertoe dat niet de practice wordt aangepast, nee, de zogenaamde processen worden aangepast. De nieuwe omgeving voor wat ze daar nu het processenlandschap noemen, bestaat niet uit 56, maar uit 34 nieuwe taakgroepen die afgestemd zijn op het managen in de omgevingswet. Dat betekent dat met deze aanpak gepoetst wordt aan de buitenkant. Als die processenlandschappen gegrondvest waren geweest op architectuur in de proceslaag en deze praktijksituaties waren daarvan afgeleid, dan hadden we met één druk op de knop alleen maar een kleine aanpassing hoeven doen aan de conditiewijziging die in de omgevingswet kracht heeft gekregen, in plaats van dat we beginnen met het herzien van de buitenkant. Dus dit is een schoolvoorbeeld van de nieuwe pandemie, poetsen aan de buitenkant. En daarmee kom ik bij mijn stelling. Enterprise architectuur moet niet rechts beginnen. Enterprise architectuur hoort links te beginnen om een duurzame maatschappij te creëren. Schakelbaarheid. In plaats van dat je hier met alles wat hier gebeurt, alles als konijnen ziet jongen. En hier valt natuurlijk aan elk konijn heel veel geld te verdienen. En elke 4 jaar moet er een nieuw konijn gemaakt worden met allemaal nieuwe opleidingen en toeters en billen. En voor die Gemma-situatie moeten allemaal nieuwe zaakapplicaties gebouwd worden door toeleveranciers. Gemeentes moeten weet ik veel hoeveel werk doen. Daarmee kom je natuurlijk wel bij veel omzet, maar niet bij veel waarde. Dus mijn advies richting architectuurdenken, in de zin van referentiearchitecturen, zou zijn: gooi zo'n aspectengebaseerd 9-vlaksmodel direct weg. Want dit is subjectief. Zodra de condities veranderen, verandert dat model en dan kan je van voren af aan beginnen. En verlaat dat taboe van die blik op die organisatorische laag die als leverancier geldt. Beperk je niet alleen tot de informatieverwerking in de laag daaronder, daar waar het ondersteuning van primair aangaat, in het business en support domein. Gebruik de architectuur van een leverancier om deze 5-laagsmodellering uit te breiden tot een 8-laagsmodellering, waarbij dit eigenlijk een verdieping is. En pas dit soort architecturen niet alleen toe op informatieverwerking, maar op alle aspecten van de enterprise. Dus ook op, ik denk maar, personeelszaken, catering of telefonie, of je bedenkt het maar. Hè. Samenvattend zou ik zeggen, de ware enterprise architect, die richt zich op het doel, en dat is duurzame dienstverlening en bijdrage aan de maatschappij, en niet op het jongen als konijnen. De ware enterprise architect streeft naar complexiteitsreductie en duurzaamheid, en dat doet hij op basis van het onderkennen van schakeltechniek, omdat hij weet dat al deze zaken alleen maar in ketens en netwerken kunnen worden gezet. En de ware enterprise architect begint links en niet rechts. En in mijn perceptie is dat een van de meest gebruikte fouten in de hele wereld van enterprise architectuur. En ik sluit af, het is 8:05, dus het is koffietijd, met de vraag, wie kent hier de ware enterprise architect? En wil die opstaan?
Jan, heb je een idee bij hoe je door de vragen heen wil? Wil je zelf gewoon even in de chat kijken? Of wil je dat ik dingen voorlees? Of wil je dat Nou, mensen gewoon vragen stellen? ik denk dat het goed is als jij even als spreekstalmeester in de lead blijft. Dat we niet te veel afdalen. Ik heb nogal eens de neiging om veel de diepte in te gaan. Dat is niet voor iedereen altijd even interessant. Dus dan moet jij even de rem opzetten als dat gebeurt. Maar kijk maar, wat vind jij de belangrijkste, meest interessante vragen om op in te gaan? Of Ja, ik zit maar. even te kijken wat er in de chat allemaal. Nou, er staat heel veel, zo Ik leuke dingen begin even tussen. bij Arjen ten Horst. Die vooral reageert op jouw woorden over het arbitrair kiezen van aspecten. Ja, dat heeft vooral te maken met de buitengewoon grote lijst van enterprise architectuur modellen die geclaimd worden enterprise architectuur te ondersteunen. Waarbij je, als je naar de dimensies van de assen kijkt, de meest idiote combinaties ziet en elke 4 jaar komt daar een nieuwe factor bij of zo. En dat heeft toch wel een hele stellige indruk van arbitrair. Als we vinden dat iets belangrijk is, dan zetten we dat erbij. Als we vinden dat iets anders belangrijk is, dan zetten we dat aspect erbij. Kijk maar naar de interpretatie van het negenvlaks bij de Nora. Daar staat een compleet vlak met iets van security. En waarom? Iedereen vindt in dit tijdfragment security razend belangrijk, dus met z'n allen zetten we dat aspect erbij. Stel je Ja. voor dat capacity ineens het meest cruciale aspect was, dan hoppakee, zetten we daar capacity neer. Dat is arbitrair, ingegeven door condities, door omstandigheden. Daar zit geen logica achter, dat is gedreven door omstandigheden. En dat is wat ik dan arbitrair noem. Okay. Ik zie dat Arjen zijn geluid heeft aangezet. Misschien goed Ja, om even. dankjewel, Danny en Jan. Ja, ik reageerde inderdaad. Ik merk ook aan je presentatie van, dat je het graag ook prikkelend brengt. Ja. Ik reageerde en dankjewel daarvoor, want dat maakt het gewoon ook wel wat helderder soms, door het gewoon scherp neer te zetten. Ik merk ook dat sommige modellen herken ik ook, nou, ook misschien wel uit het studieboek, maar dat zijn ook gewoon peer-reviewed stukken Tuurlijk. waar de toets op die aspecten ook geweest is in de praktijk. En dat zijn Absoluut. toegegeven, soms is het de tijdgeest die meespeelt of ergens belang aan gehecht wordt. Ik wilde daar, ja, op dat moment dacht ik van, nou, er zit iets meer waarde in dan enige willekeur of iemand die een nieuw boek wil verkopen, dus een aspect erbij optelt. Daar wilde ik even een lans voor breken, maar je hebt het En daar heb je toegelicht, gelijk in dankjewel. hoor. Dat is zeker het geval. Er is door heel veel mensen vaak goed nagedacht. Maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal de juiste beslissingen namen. En ik denk dat zij op dat moment inderdaad allemaal gedreven werden door bijvoorbeeld een op dat moment belangrijk aspect. En security is het mooiste voorbeeld. De enorme aandacht voor security leidt ertoe dat we het aspect security op allerlei fronten, in allerlei modellen ineens een plek moeten zien laten krijgen. Dus Ja, herken ik. dat is niet anders dan een aspect. Het is een kwaliteitsaspect. En dat dringt op allerlei fronten door in allerlei dimensieassen. En dat vervuilt structuurassen. Als er een aspect in een structuuras staat, dan is het geen structuuras meer. Dan is het een aspectenas geworden. En ik dacht dat ik hoop een lans hebben gebroken voor het denken in termen van stabiele structuurassen. Daar kan je rust en zeg maar, daar kun je op bouwen. Op aspecten kun je niet bouwen, want je weet één ding zeker. 5 jaar geleden waren ze anders en over 5 jaar zijn ze anders. Ja, begrijp ik. Dankjewel. Oké, dan ga je even door naar Serge Bouwens. Ik weet niet of Serge zelf daar iets bij wil vertellen, maar het ging vooral over jouw Oh ja. behoefte aan control. Ja. Ja, het is een, ja, denk ik, een best fundamenteel verschil zoals jij daarnaar kijkt, maar ook wat je net zegt hier in de beantwoording van de vorige vraag. Behoefte aan controle. Wij moeten structuurassen zijn beter als aspectassen, want die zijn niet stabiel. So what? Ik wil toch niet. We bouwen toch niet voor de eeuwigheid. We bouwen juist om mee te kunnen bewegen. En dus jouw uitgangspunten van we moeten regels en richtlijnen en controle hebben en stabiliteit en grip. En denk ik van, nou, daar heb ik wel toch al een tijdje achter me gelaten, hoor. Dat is niet ons doel. En, ja, op andere momenten ben ik het wel met je eens. Als je zegt, we hebben standaarden nodig, maar die zijn niet voor de stabiliteit, die zijn voor
voor de interoperabiliteit. Het is veel te complex om te gaan beheersen. Internet heeft niet een top-down structuur. En het communisme hebben we ook al verlaten omdat dat niet goed werkte. Dus dat centralistische denken en structuur aanbrengen, daar moeten we mee stoppen. En ik heb het gevoel dat in jouw hele opbouw dat streven nog heel erg fundamenteel is. Maar het wordt steeds fundamenteeler zelfs. En ik denk ook dat met name dat begrip agility, dat is juist een vorm van controle. Want wat willen wij met agile benaderingen? We willen kortcyclischer, sneller, time to market. We willen beter continu aansluiten bij de echte behoeften van de klant, de business. Dat doe je door een vorm van kortcyclische wijzigingsaanpak te pakken. Maar wat bereik je daarmee? Het doel daarvan is dat je beter in staat bent die ondersteuning te leveren die die klant nodig heeft. Oftewel dat jij meer in controle komt van de effectiviteit van jouw inzet. Dus ik vind agile een perfecte controltechniek die aansluit bij mijn manier van denken. Oké. Het is doeldenken, hè? Maar het doeldenken, maar als je gaat praten over modellen en dergelijke, dan dat zijn middelen om een doel te bedenken. En natuurlijk is die beleving of het ondersteunen van de klant, zal ik maar zeggen, het leveren van wat de klant behoefte aan heeft, dat is op zich iets wat je steeds wil. Maar die vraag verandert steeds en je moet dus steeds mee blijven bewegen. Maar eens. Dat ook in je manier van modelleren. Dus nu hebben we het ene model en volgende week hebben we een ander model. Het maakt niet uit, want het model is ook alleen maar bedoeld om besluitvorming te ondersteunen of een bepaalde samenhang te kunnen realiseren. Het is maar een middel. En dus als jij zegt, het is... Maar bedenk, draai hem eens om, Serge. Draai de situatie eens om en bekijk de situatie eens vanuit het perspectief van de klant. We praten met z'n allen al jaren over dat wij klantgerichte dienstverlening nastreven. We wensen alles vanuit het perspectief van de klant te beschouwen. Kijk nou eens naar die klant en vraag je eens af hoe agile bijdraagt aan dat wat die klant wil hebben. Dan zegt die klant waarschijnlijk van nou, ik ben heel gecharmeerd van die agile aanpak, want ik kan veel sneller reageren op die verandering in de markt. Dat waren die levels of variety van Ashby. En daarmee wordt hij gesteund in zijn enterprise onderneming. Maar... de klant wil nog steeds dat jij daarmee in controle bent van datgene wat jij voor hem doet. Als dat ertoe zou leiden dat jij minder in controle bent van die ondersteuning die hij van jou vraagt, dan zou hij zeggen, weg met je agile. Dus het kan alleen maar goed gaan als die klant ervan overtuigd is dat jouw agile techniek, want dat is het, niet meer dan techniek, werkelijk bijdraagt aan het realiseren van dat doel. Ja, ik heb het gevoel dat het ook een beetje een woordspel is. Want in controle zijn, natuurlijk wil je als op bepaalde continuïteit kunnen waarborgen. Dat is duidelijk. Maar die controle is voor mij, je wil natuurlijk op een gegeven moment wel een bepaalde grip hebben. Maar jij begint je verhaal met, er zijn drie uitgangspunten, die zijn voor mij heel leidend. We hebben dus steeds meer controle nodig. Want het gekke is, jouw eerste plaatje over die integratie en die afhankelijkheid, denk ik van ja, dat is heel herkenbaar. Het wordt steeds complexer. En wat we dus, de term Lego is ook al gevallen. Daarom maken we ook steeds meer microservice architectuur. We maken kleine stukjes. En daar kan je op inprikken, ja of nee. Ik heb geen controle over wie daarop op in wil prikken. Je kan natuurlijk inzoomen. Waarom is de hele zorg in Nederland dan voortdurend bezig met het proberen tot stand te brengen van interoperabiliteitsmodellen? Waarom is de Nederlandse overheid dan voortdurend bezig om API-infrastructuur en API-architectuur en over de hele overheidslagen uit te rollen? Omdat zij willen dat al die dingen die wij maken, al die blokjes, met elkaar kunnen praten op een efficiënte manier die bijdragen aan het doel. Dus controle. Dat is het enige wat we daarmee proberen te bereiken. Nee, niet controle. Is interoperabiliteit.
En of, dat dat, en of de gemeente Zwammerdam het op dezelfde manier doet als Amsterdam, dat zal. Niemand is daar in controle. Ja, en dat is exact wat we willen het wel mogelijk maken. Ja, en dat is precies wat ik bedoelde toen ik zei van de eisen die je aan elkaar oplegt, die mogen niet gaan over de binnenkant van jouw schakel, hè, de techniek die jij gebruikt om jouw bijdrage te leveren. Die moeten zich beperken tot jouw buitenkant, die interoperabiliteitseisen die we aan elkaar stellen. Want hè, met API-technieken praten we over de communicatielagen tussen twee schakels in een netwerk. En dat moet functioneren. Hoe jij dat daar binnen doet, jongen, als wij op je kop staan en dubbeltjes enzovoort, hè, al haal je een Indiër die met transcendente meditatie de juiste cijfers op het schermen projecteert, jij moet het helemaal zelf weten, als je maar in controle bent van jouw bijdrage. Want als je dat niet bent, dan gooi ik jou uit het netwerk. Oké, maar op dat punt zijn we het helemaal eens. Eerst iemand gebruikte in de chat ook de term blackbox. En ik denk dat je wil zeggen, je hebt blackbox architecten, dat zijn de enterprise architecten, denk ik, van bij uitstek. En je hebt vast ook ergens whitebox architecten die meer aan de solutions kant zitten, de software architectuur kant. Maar daar ben ik wel met je over eens. Je moet de blackbox en de whitebox van elkaar kunnen scheiden. En op het grensvlak heb je de interessante dialoog. En daar moet je ook toe beperken, want anders krijg je ook alleen maar dat je partijen tegen de haren instrijkt. Dan krijg je ze nooit mee. Hè? Je moet ze ook de vrijheid geven. Het is een soort model van vrijheid in gebondenheid. We hebben een soort gebondenheid nodig om samen te kunnen werken, maar je mag ze niet de vrijheid ontnemen om eigen kleur en smaak te geven aan hoe je dingen doet. Ik denk dat het even de tijd dat we even doen moeten. Dankjewel, Jan. Een aantal andere vragen. Er kwamen vragen over die vijf processen, Jan, want die heb je niet echt uitgelegd. Misschien kun je er toch even iets meer over vertellen, over die vijf processen. Ja, die vijf processen zijn de enige dingen die voldoen aan alle 10 criteria die we hebben gesteld aan het fenomeen proces. En die ertoe leiden dat je het meest efficiënte procesarchitectuurmodel kunt vinden wat je maar tegenkomt. Dat bestaat uit hele triviale dingen die bijvoorbeeld als output hebben dat ze klantrelevante resultaten hebben. Want wij positioneren dat model op een niveau 4 van een value creation volwassenheidsmodel, waarbij klantgerichtheid centraal staat en niet systeemgerichtheid of servicegerichtheid. En dat is allemaal technologie die een soort navelstaren met zich meebrengt. Nuttig, dat moet je kunnen om tot klantgerichtheid te kunnen komen. En als je dan processen definieert die voldoen aan al die criteria, dan kom je op een buitengewoon eenvoudig en triviaal stelsel uit. Elke dienstverlener, dat is de context van de hele beschouwing, elke dienstverlener die met een klant gaat praten, die doet als eerste iets in de orde van het eerste proces, dat heet afspreken. Processen zijn werkwoorden, het zijn alleen maar activiteiten, dus zijn werkwoorden. Dus het eerste wat je doet is afspreken, en daar maakt het dus niet uit of je een afspraak maakt met een klant, of met een intern team, of met een externe toeleverancier, het is afspreken. Ongeacht de technische condities waarin zich dat bevindt. Het tweede aspect wat er daarna gebeurt is dat je altijd, als je een afspraak hebt gemaakt met een klant, iets moet wijzigen in de infrastructuur en de voorzieningen die jij in jouw dienstverlening beschikbaar maakt. Dus er volgt altijd een tweede proces, wijzigen. Dan verander datgene wat jij onder controle hebt om in staat te zijn de belofte die je aan die klant gedaan hebt waar te maken. De derde procesgang in de reactieve processen is dat als jij iets beloofd hebt en je hebt een infrastructuur aangebracht en hij doet het niet, dan moet je herstellen wat er fout gegaan is. Want je hebt immers continuïteitsgaranties afgegeven over jouw bijdrage aan die klantbusiness. En de vierde is dat jij dagelijks allerlei extra handelingen mag kunnen verrichten die geen wijzigingen met zich meebrengen, geen storingen zijn, geen nieuwe contracten regelen, wat dan ook, en toch een prestatie leveren. En dat is een operationsproces wat ook een klantrelevante output heeft. Dat zijn de enige dingen die zich kwalificeren als proces in de reactieve modus. In de proactieve modus is er een andere stakeholder, dat is jouzelf, dat ben jij zelf. Dus daar is het enige wat jij wil, is constant verbeteren in de zin van betere diensten in kortere tijd tegen lagere lasten. Dus daar is verbeterdheid in de wereld, buiten de IT heet dat al ongeveer 100 jaar risk management. Dat is reactief. Nee, dat is proactief, maar dat is niet alleen in de zin van bedreigingen verhelpend. Maar dat is ook innovaties aanbrengend. Die spelen allebei op dezelfde waardeas. Want soms is het veel beter om een innovatie aan te brengen dan om 10 bedreigingen te verhelpen. Of omgekeerd.
Dus er zijn maar 5 processen in de zin van werkwoorden, regel 1, hè? Afspreken, wijzigen, herstellen, leveren en verbeteren. Als je die non-redundant beschrijft, en dat is voor in de geschiedenis nog nooit eerder gedaan, dat hebben we wel gedaan in Nederland, als je die non-redundant beschrijft, betekent het dat zij afsluitend prestaties kunnen leveren door samen te werken, en dan krijg je het fenomeen workflow, maar dan in zijn meest elementaire aard. En als je dat snapt, dan kom je erachter, en die test is de afgelopen 6 jaar, sinds 2016, toen we dit systeem voor het eerst gingen gebruiken, is dat in honderden situaties getest. Er is geen enkele line of business, geen enkele branche die niet met slechts 8 werkstromen al zijn managementtaken kan uitvoeren. Dat hebben we getest in verffabrieken, in gemeenten, in IT-afdelingen, personeelszakenafdelingen, cateringafdelingen. Je kan het niet bedenken. Alle lines of business, alle branches kunnen werken met 1 universeel 8 werkstromen model, wat gebaseerd is op een non-redundant 5 processen model. Dat is inmiddels sinds 2016 in de Nederlandse markt beschikbaar gemaakt in een non-profit kennisdelingsverhaal. Dat doet de Stichting Service, hè, waar ik bij betrokken ben. Ik besteed ongeveer 90% van mijn tijd als vrijwilliger voor de Stichting Service. En die stelt de kennis daarover en de ondersteunende hulpmiddelen gratis beschikbaar aan allerlei gebruikersorganisaties. En dat zijn er inmiddels dat zijn er elke dag meer. In alle branches die je kan bedenken. En die stichting ondersteunt met die kennis en die voorzieningen ook leveranciers, ook trainers, ook coaches, consultants, met een enorme partij gratis hulpmiddelen die hen in staat stelt om deze kennis van een simpel 5 processen model met 8 werkstromen in alle denkbare dienstverleningscontexten te hergebruiken. En dat is de grondslag voor dat schakelbaarheidsprincipe van grote netwerken. Ik had nog een vraag over trouwens. Hè? Waarom is schakelbaarheid het belangrijkste criterium? Ja, dat heeft die drie bolletjes die ik in het begin liet zien. Die zeggen dat er maar 1 optie is om een duurzame economie te bewerkstelligen. En dat is dat we met z'n allen leren samenwerken. Want niemand doet meer wat alleen. Dus dat is een inkoppertje. Schakelbaarheid, als je geen schakelbaarheid hebt, dan draai je maar om. Dan heb je ook geen samenwerking en dus geen goede economie. Laat staan een duurzaam. Dat vind ik een vrij triviale. Ik zie dat Abraham zijn handje al een tijd opsteekt. Abraham? Moet je wel met je microfoon aanzetten, Abraham? Sorry. Over de schakelbaarheid. Waarin druk je die schakelbaarheid uit? En de tweede vraag was, zou je die 10 eisen aan die processen nog opnieuw kunnen laten zien? Ja. Die 10 soorten. Ja, die schakelbaarheid zegt dat de vorm waarin de prestaties van de ene component, de ene actor in een netwerk en de andere actor zich in dezelfde communicatiestroom moet bevinden. Je moet op dezelfde manier met elkaar kunnen communiceren over dezelfde dingen in dezelfde vorm, anders kun je niet communiceren. En die plaatjes die ik liet zien, ik kan wel even dit uitzetten, dan kunnen we zo terug naar dit ding. En dit is dat schakelbaarheidsconcept van grote netwerken. En dat is allemaal gebaseerd op een gemeenschappelijk procesmodel wat daaronder ligt. Het procesmodel heb ik, als je dat plaatje hier weghaalt, deze hier. En dan zie je dat 5 processenmodel. Met de vrijheid om zelf je mensen in te vullen en zelf je hulpmiddelen in te vullen. En zelf je voorzieningen die jij levert ook zelf te bepalen. Maar wel allemaal die uniformiteit van die connectiviteit die zo cruciaal is, om die als grondslag te gebruiken voor samenwerken in een netwerk. Ik zie nog niet hoe je dat zorgt dat het aan elkaar past. Want ik werk zelf met het ordenend principe, met die PER-clausule, daar hebben we het een keer over gehad. Dat is een middel om te zorgen dat alles aan elkaar klikt, zeg maar. Ik zie nog niet hoe je dat hier bedoelt. In dit geval is het bij willekeurig welke organisatie je ook begint. Stel je voor dat hier een overheidsorganisatie zegt, ik wil een dienst gaan leveren aan de burgers, de inwoners van Nederland of iets dergelijks. Dan zal die alle bijdragen van alle daaronder bijdragende actoren in het complete keten, dan wel netwerkverhaal, moeten afdekken door afspraken over hun bijdrage. Dat betekent dat als iemand hier een afspraak maakt, dan zal die met alle bijdragende partijen een onderliggende afspraak moeten maken om te borgen dat hij waar kan maken wat hij net aanbiedt. Als er een wijziging moet worden doorgevoerd in de infrastructuur op verzoek van een afnemer binnen die afspraak, dan zal hij alle bijdragende actoren ook een wijziging moeten laten doorvoeren in
hun component in dat netwerk om dat te kunnen borgen. Als er een storing is in de interface met een willekeurige afnemer, die een weerslag geeft op de bijdrage van een willekeurige set actoren daaronder, dan hebben ze allemaal in die stroom van herstellen te maken met dat ene herstelverhaal. Enzovoort, okay. Enzovoort. Concrete vraag. De ene werkt bijvoorbeeld, die is bezig met iets per leverancier te behandelen, en de andere is bezig iets per burger te behandelen. Hoe zorg je dan dat je dat aan elkaar krijgt? Nou, omdat we vanuit één perspectief dit kunnen managen. Als een actor een afspraak heeft met zijn omgeving van de afnemers van zijn dienst in de maatschappij, dan heeft hij daarvoor alle onderliggende partijen op orde. He, daar heeft hij afspraken mee. Daar heeft hij dus niet alleen afspraken mee over dat hij die afspraak heeft, maar ook dat een wijziging in zijn infrastructuur gedragen wordt door bijdragen in onderliggende infrastructuren, et cetera. Vanuit dat ene perspectief moet alles op een uniforme manier geregeld zijn. En je moet op elke plek kunnen beginnen. Dus als deze hier in het midden, dit is een gemeente. Als die gemeente zegt, ik ben afhankelijk ten aanzien van mijn dienstverlening van een andere gemeente en van een externe toeleverancier, dan moet die onderliggende geborgde zaken hebben die in dezelfde management systemen passen als die zelf hanteert. Maar dan wel slechts aan de buitenkant. Hij gaat niet die leverancier vertellen hoe hij zijn interne zaakjes moet regelen. Hij zegt, mijn interface met jou begeeft zich uitsluitend in termen van de afspraak die ik met jou maak. De wijzigingen die jij in jouw deelinfrastructuur doorvoert die voor mijn infrastructuur nodig zijn. De herstelacties die jij moet doen in het kader van mijn herstelacties. De dagelijkse leveringen die jij moet doen in het kader van mijn leveringen. En de verbeteringen die ik doorvoer waar jij voor nodig bent. Dus dat zijn 5 communicatielijnen die mij in staat stellen om als Lego elke component in elke keten, en dat is het plaatje hieronder, of in elk netwerk, te gaan managen. En daarmee heb ik een doelmechanisme, want het doel is uiteindelijk dat we een functionerende maatschappij hebben die bestaat uit allemaal, op dit moment, losse eilandjes. Dus elke gek bedenkt hier zijn eigen spelletje. Nou, als er één ding duidelijk is, dan is dat de zorg op alle fronten bezig is om hier iets aan te doen, aan dat iedereen op zijn eilandje zijn eigen dingetje mag bedenken. Dat de Nederlandse overheid op allerlei fronten bezig is om met API-infrastructuren en nationale standaarden, registers enzovoort, van alles aan het doen is om dit te normaliseren, om een samenwerkingsborging te krijgen van het totaal. De Nederlandse overheid streeft naar 1 overheid. En dat betekent dat er 1 uniforme grondslag zal moeten liggen onder de samenwerking van dat ene overheidsbolwerk. Dat kan niet anders. Dus zo zie ik de wereld. Oké, okay, ik kijk nog even naar de vragen in de chat. Dankjewel, Abraham. Oké. Ik wou gegeven de tijd voorstellen dat we nog eentje doen, Jan. Er wordt gevraagd naar hoe je aankijkt tegen bedrijfsfuncties. Bedrijfsfuncties? Ja, dat is wat we bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is wat de VNG levert voor gemeenten, of wat de HORA levert voor hoger onderwijs, of wat de CORA levert voor corporaties. Dat zijn bedrijfsfuncties. Daarin staat dat je je financiële administratie op orde moet hebben, je studentenadministratie, je moet je toezicht op orde hebben, je moet je dagelijkse dit en je dagelijkse dat, moet je allemaal hebben. Dat zijn bedrijfsfuncties. Dat zijn geen processen. Processen zijn de samenwerkingen, of de functies zijn de samenwerking van mensen die processen uitvoeren met hulpmiddelen om bepaalde voorzieningen in die functie voor elkaar te krijgen. En dat is precies die verkeerde kant van de lat die ik steeds aanhaal. Als je begint met het proberen onder controle te krijgen met architectuurmechanismen van die huidige situatie, dan ben je aan de verkeerde kant van de lat bezig, want het enige wat je kan bereiken is poetsen aan de buitenkant. Dat geldt voor Lean. Dat geldt voor Six Sigma. Dat is allemaal poetsen aan de buitenkant. Dat is het optimaliseren van de uitvoering. En ik loop wel eens bij business analisten langs en dan zie ik ze met die fantastische mooie swimlanes op een groot bord de huidige bedrijfsfuncties analyseren en proberen dat te optimaliseren. En als ik hun vraag van wat is de procesarchitectuur onder deze practices, dan hebben ze geen antwoord. Maar ze hebben er nooit over nagedacht. Dat kun je ze niet kwalijk nemen, want dat hebben ze niet op school geleerd. En dat is de reden dat wij vanuit de stichting met hogescholen, universiteiten en binnenkort ook met het middelbaar beroepsonderwijs het onderwijs in Nederland op gaan leuken met
een gratis leeromgeving voor studenten. En je zit onder andere, ik weet niet of je er nog is, maar oh ja, Patrick, in België bij Odyssey. Je bent inmiddels volop bezig met het leren aan studenten in Brussel hoe deze kennis in hun perspectief van een IT-opleiding kan worden gebruikt. Maar dat doet de Hogeschool Rotterdam ook, dat doet Windesheim al 3 jaar, dat doet de Hans Hogeschool, dat doen ze in Amerika, dat doen ze in Finland al. Dat begint om zich heen te grijpen. En in Mexico zometeen een hele serie universiteiten die met een Spaanse versie hiervan ondersteunen, om die studenten te leren denken bij het begin in plaats van bij het eind. En als ze dat leren, dan leren ze zien wat hun doel is en dan leren ze hun bijdrage aan het doel in een veel beter perspectief plaatsen en managen. En dan worden het managers in plaats van kunstenmakertjes. Oké, volgens mij is dit een mooi moment om af te ronden, Jan. Het is 8:30 strikt, dus we kunnen denk ik nog heel lang doorpraten, jij in ieder geval. Maar dank voor je presentatie en al je woorden. Ik denk dat je zeker een hoop hebt geprikkeld. Dat was de bedoeling. Ja. Dus dat als iemand vragen heeft, je kan mij heel makkelijk vinden op LinkedIn. Gooi mijn naam er maar in. Er zijn maar 2 mensen die deze naam hebben, geloof ik. Dus dat kan niet missen. En ik ben snel met het beantwoorden van vragen. Oké, nou dan ga ik afsluiten. Dan dus iedereen voor aanwezigheid. En wens ik jullie allemaal een fijne avond. En dan zie ik jullie graag op een vervolgsessie. Yes. Dank voor de gelegenheid.